Anne, goedemiddag. Hi, Mark. Razend nieuwsgierig. Vorige keer heb je iets uitgelegd over jouw aanpak. Hoe jij met teams aan de slag gaat. Wat je betekent voor teams en met teams. Je hebt de teamdialoog toegevoegd aan jouw manier van werken. Ik ben in elk geval razend nieuwsgierig hoe je het hebt aangepakt. Precies. Wat je methode daarbij. En wat het oplevert. Wat brengt het hen? Wat brengt het jou? Ja, nou, dit is een mooie vraag. En het is nog mooier dan ik dacht eigenlijk. Ik heb mijn teamaanpak niet veranderd. Normaal gesproken heb ik met iedereen voorafgaand aan de eerste sessie in een team een intake. Dus een persoonlijke één op één intake. Ja, kort een half uurtje waarin ik mezelf even voorstel en even de verbinding maak, uitleg wat we gaan doen. En ook natuurlijk vraag van, hoe zit je erin? Ga je meewerken? Wat zie jij gebeuren? Dus dat gesprek had ik altijd al. En nu doe ik daarna nog een teamdialoog. Die kondig ik ook aan in die intake. En wat je dan ziet, is dat mensen dat wat ze tegen mij verteld hebben, daarin opschrijven. En dat in de tweede ronde natuurlijk de mensen dat van elkaar gaan zien. En eigenlijk heb je dan al een voorsprong in de eerste sessie. Ze anoniem. Zien het in ronde 2, zien ze anoniem van elkaar, wat ja. Andermans perspectief dus is op jouw vraagstelling. Ja. Ja. Ja, dus de vraag is heel simpel, wat gaat er goed in het team? Wat kan veel beter? En wat zou nou echt energie geven als we daar aandacht aan besteden? Nou, die drie vragen heb ik gesteld. En wat het oplevert is soms een ander perspectief. Hè, mensen zien dan, mensen zien het anders dan ik. Maar wat er de laatste keer gebeurde, is dat er een team was waarvan mensen over elkaar vonden dat ze helemaal niet op één lijn zaten. Maar dat die punten eigenlijk verrekt veel op elkaar leken. En wat er dan gebeurt is dat eigenlijk heel veel ontspanning gaf. En eigenlijk gelijk een soort van focus op waar we het over zouden moeten hebben in dat traject. Dus dat was een hele mooie aanvulling. Kom je dan sneller bij de essentie? Is dat het? Sla je een fase van wijfelachtigheid naar elkaar, wennen, spannend, mag ik alles zeggen, ga ik alles? Sla je zo'n soort fase over dan? Dat laatste weet ik nog niet, maar het verdiept wel sneller. Dus en wat ook mooi was om te zien is dat mensen in eerste instantie wat huiverig waren tegen die anonimiteit. En als je dat dan vervolgens uitlegt in de intake waarom dat is, dat mensen dat wel beamen en dat het daarna ook eigenlijk niet meer toe doet wie wat gevonden heeft. Dus het is niet zozeer overslaan, maar wel verdiepen. Dus het gaat net een stukje dieper. Ja. Mm-hmm. En het is niet meer mijn verhaal, want wat ik normaal doe in een team, als ik ze allemaal ingetekend heb bij de start, dan geef ik terug wat er uit die intakes komt. Maar dat is dan natuurlijk mijn interpretatie. En nu kan ik mijn eigen interpretatie zeggen, kijk, is dit wat jullie vinden? Dat maakt het veel objectiever. Mm-hmm. Dat maakt het meer van hen. Dat is de andere meerwaarde. Ja. Hoe heb je nou letterlijk de resultaten meegenomen in je, in je sessies met het team? Op geeltjes of virtuele geeltjes of vertel je erover of stuur je iets toe? Hoe koppel je resultaten met ze? Ja, ik heb eigenlijk gewoon copy-paste gedaan. Dus de antwoorden met percentages erachter en een top 5 laten zien. Dat betekende dat we bijvoorbeeld de taakdoelen waar het over zou moeten gaan. Wat gaan we nou eigenlijk doen? De resultaten waar we het over zouden moeten hebben. Dat we die vrij snel hadden. En ook de samenwerkingsdoelen. Hoe gaan we met elkaar om? Waarom loopt het niet bij ons? Wat hebben we te doen op dat stuk samenwerking? Dat was snel. Dat gaat wel sneller. Mm. Dat is een mooie. Ja, ook daar was er online al behoorlijk veel commitment op. Want het was eigenlijk hetzelfde. Dat klinkt goed. Heb je in de resultaten na die tweede ronde, waar dit men elkaars anonieme perspectief,
waardoor er ook een top 5 ontstaat van het meest gedragen, waar de meeste aandacht uit. Er is ook een bottom 5, waarvan mensen zeggen, zie ik niet, of steun ik niet, of herken ik niet, en daar dus een min 3, min 2 of min 1 score aan geven, ronde 2. Heb je met die bottom 5 ook wat kunnen doen, waar het team niet achter staat? Nee, nog niet. Maar wat ik in dit geval heb gedaan, is wel gekeken of er niet heel erg andere dingen waren. Dus die bottom 5 die was niet zo heel anders dan de top 5, alleen was die net iets anders geformuleerd. Maar ja, het kwam toch behoorlijk op hetzelfde neer. Dus ja, we konden eigenlijk die top 5 was voldoende. Omdat die anderen erin geplucht konden worden. Het was ook een klein team, dus dan heb je niet, we hadden geen 100 meningen. Natuurlijk, dan heb je niet een... Maar dat is wel mooi. Misschien kunnen we daar in de sessies nog wel wat aandacht aan besteden. Ja. Hoe gaat zo'n team verder? Je neemt op een gegeven moment weer afscheid van het team. Ik ben eraan gewend bij de werkgevers waar ik zat, dat als team ook wel terugvallen, ook als mens, zeker onder tijdsdruk en allerlei druk, terugvallen op patronen. Dus dat we terugvallen in oude patronen. Hoe onderhoud je dit als team? Nou ja, daar hoop ik de teamdialoog voor in te zetten. En dat ga ik ook bij dit team zeker doen. Waardoor we met elkaar in contact blijven over een soort meetlat online houden. Van dit is de afspraak, wat gaat er nog steeds goed, wat gaat er niet goed. En dat betekent dat we niet meer helemaal terug naar af gaan voordat we... maar dat we de vinger aan de pols houden door die teamdialoog te doen één keer in zo'n tijd. Ja, niet dat ze over 3 jaar ontdekken dat er een ingesleten patroon weer gevolgd wordt en dat men in conflict en al bij jou komt, maar dat je gewoon meer dit verduurzaamt met die. Ja, en wat het natuurlijk het allermooiste zou zijn, is dat je dit ook met teams doet die het gewoon nu goed doen, zonder dat je al die sessies hoeft te doen. Zodat je even wat, kortere dingen kunt doen, kortere interventies. Of dat het niet zo uithoudend loopt. Dat is eigenlijk, dat zou ik wel mooi vinden. Mooi. Dus voor teamdialoog, teamcoaching, teamtraining naar jouw website. Graag. All right, dankjewel. Ik heb er zin in. Dankjewel, Maurik.